vind het zo vet, echt oprecht. Ik ben Daan Kamerman. Ik ben 18 jaar en ik fotografeer nu 2,5 jaar. Ik ben Annegien, ik ben 17 en ik kom uit Utrecht. En ik ben vanaf mijn 13e eigenlijk elke dag bezig met fotografie. Zo vergeten. Het lijkt serieus van als het eruit komt. En ik kan niet zo goed tekenen, dus daarom dacht ik, ik ga het gewoon met foto's doen. En toen ben ik begonnen met surrealistische zelfportretten maken. En die plaats ik online. En ja, daar kijken mensen soms naar. Ik heb 900.000 volgers. Heb mijn werk gemaakt in eerste instantie voor mezelf. Ik was helemaal niet van plan om het aan andere mensen te laten zien. En toen ik dat uiteindelijk wel deed, merkte ik hoe goed het was om mijn werk naar buiten te brengen, omdat het bij mensen veel losbracht. Dat was ook een van de redenen dat ik mee wilde doen met Kunstbende, omdat ik dacht, dan zijn het mensen die mij niet kennen en wat is de reactie voor hun. Ja, kunst is toch iets wat heel erg vaak bij mensen zelf blijft en het gaat vaak niet de slaapkamer zeg maar uit. En ik vind het heel erg vet aan Kunstbende juist dat er een publiek wordt gecreëerd voor mensen die net zijn begonnen. Dat je andere mensen leert kennen die eigenlijk ook een beetje doen wat jij doet. Het klinkt heel raar, maar ik was niet eens van plan om mee te doen. Maar een vriend van mij die spoort heel erg aan, of eigenlijk een hele groep van die daar mee. Want het is super leuk. En toen dacht ik, ja, maar het is helemaal niks voor Kunstbende, want ik heb hele grote afdrukken van mijn werk en dan is zo'n 7 meter muur en het is niet zo vrolijk. En zei ze, ja, maar misschien is het juist wel. Toen deed ik mee met de voorronde en toen won ik en toen was ik eigenlijk heel erg verbaasd. En toen dacht ik, oké, als de voorronde win, misschien dan ook wel de finale. En toen ben ik er eigenlijk echt vol voor gegaan. Toen dacht ik, nou wil ik ook echt winnen. Hier. Ik mag hier exposeren. Dat wordt nog wel spannend, want ik won met een bepaalde serie zelfportretten. Daar kreeg ik heel veel complimenten over en daar waren mensen van onder de indruk. Maar ik wil heel graag ook iets nieuws doen. Want die foto's gingen over een periode dat ik me niet zo goed voel. En ik voel me eigenlijk super goed. Wat gaat het worden? Dat is nog wel een beetje spannend. Nou, ik denk dat het altijd, weet je, als je er behoefte aan hebt, is het super fijn om je gevoelens te visualiseren. Maar doe gewoon wat jij fijn vindt. Kijk, het is altijd leuk om je eigen grenzen over te gaan. Maar zeker omdat deze wereld nu zo online is. En weet je, alles is er zo nu. Weet je, doe wat je fijn vindt en ga grenzen over als je het wil. Maar blijf vooral ook bij jezelf en creëer iets wat echt is en niet iets wat met een hype meegaat. Want uiteindelijk ja, loopt dat dood. Dus zorg ervoor dat jij iets maakt wat bij jou past en dat mensen eigenlijk jouw werk daaraan kunnen herkennen. Ik ben Annegien en ik ben dit jaar boegbeeld van Kunstbende Expo. Zo ga ik met de deelnemers aan de slag, gaan we praten, gaan we kijken naar wat jullie maken. Ik ben bij de events aanwezig en daarnaast zal ik ook vanuit mijn kant laten zien hoe ik als kunstenaar zeg maar leef. En hoe je eigenlijk met kunst nog veel meer kunt doen dan alleen maar iets maken. Nou, je moet sowieso dit jaar meedoen met Kunstbende, want het is gewoon een super creatieve wedstrijd waar je een super goed publiek mee kunt vormen. En veel leert en je krijgt veel ondersteuning. En het wordt gewoon vet volgens mij. Doe mee. Meedoen. Ja.